Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij deze boodschappen shoplog. Het is alweer even geleden dat ik een boodschappen shoplog heb gepost. Ik had wat video editing difficulties, waaronder een keer de audio die wegviel, een keer het beeld wat iedere keer flikkerde. Ik ben het ook gewoon serieus een keer vergeten te editen en wat ik op zondag dacht. Oeps. Maar dat is wel een beetje hoe mijn leven de afgelopen paar weken is geweest. Het was mega hectisch. As per usual. Maar ik heb echt hele goede hoop dat het nu minder wordt. Want mijn opdracht bij de GGD loopt ten einde as of today. En ik begin morgen met een nieuwe opdracht. En die is maar voor 24 uur. Dus dat is maar 3 diensten in de week. Dus ik hoop dat het daardoor voor mijzelf ook rustiger wordt. En dat ik me ook meer kan focussen op mijn gezondheid. Want die laat hier en daar te wensen over. Dat is de reden waarom ik ook meer vegetarisch ben gaan eten. Dat heb ik gedaan net nadat ik was bevallen van Brooke. Dus dat heb ik over bijna 8 jaar. Ze is nu 7. Zeg maar, 7 jaar geleden. Heb ik een half jaar echt vegan gegeten. En ik weet nog dat ik toen heel wat minder last had van mijn rug en van mijn knieën. En nu kwam een documentaire op Netflix voorbij, What the Health. Van recommendation. En toen ging ik dat kijken en dacht ik, ja, deze heb ik eerder gezien. En daardoor was ik veganistisch geworden. Ik ben er toen de tijd alleen mee gestopt omdat we toen gingen scheiden. En dat is veel te lastig om, we hebben het hier over 7, 8 jaar geleden. Waren er vrij weinig vleesvervangers die er hetzelfde uitzagen. Of kant en klaar waren. Dus dat was of heel duur. Of je moet het zelf maken. En daar heb je gewoon als gescheiden vrouw de financiën of de tijd niet voor. Dus toen was ik weer een beetje soort van mee gestopt. Maar nu gaan we dus langzaamaan wel weer mee beginnen daarin. Nu 2 weken. 2-3 weken. En ik merk het wel. Ik slaap beter. Ik heb minder last van mijn knieën. Dat gezegd. En dan eet ik het soms wel. Gisteren was ik bij moederdag bij mijn moeder. En daarna bij mijn vader. Want die is vandaag jarig. En die trakteerde op Chinees. Dus ja. Dan eet ik wel gewoon Babi Pangang. En voor Jonghai. Maar goed. Ik probeer dus voor de rest wel wat te limiteren. Want ik merk dus vandaag gelijk dat ik last heb van mijn knieën. Of het een placebo is. I don't know. Maar het werkte dus. We houden dat vol. Dus dat is een verandering. Plus dat ik ook per 3 weken geleden was begonnen met een fitnessprogramma. En de dag 3 verzwik ik mijn enkel omdat ik de hond uitlaat. En dat heb ik het niet af kunnen maken. Dus dan gaan we vanaf morgen. Dan gaat de hele community weer meedoen. Dus hopelijk kom ik dan ook in een fatsoenlijke flow. En omdat ik morgen ook met mijn nieuwe baan begin. Het is een whole new life. We gaan het gewoon doen. Hele lange intro om te zeggen dat het er boodschap iets anders uitzien. Maar goed, bij deze. Zoals altijd wil ik jullie vragen de video een duimpje omhoog te geven als je deze video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Dan hebben we allemaal boodschappen. We eten vanavond spaghetti. En ik heb nog spaghetti slieten en alles liggen. Dit is spaghetti met spinazie à la crème. Dat is een nieuw receptje van het voedingsplan waar ik het over had. Dus je maakt het zeg maar van scratch. En in plaats van gewone hamblokjes heb ik de lekker veggie hamblokjes. Die hebben we nog nooit geprobeerd. Dus ik ben benieuwd of ik die lekker vind. We eten ook zoete aardappel stamppot met spinazie en falafelballetjes. Dat stond ook gewoon zo. Dus dat was al een veganistisch of vegetarisch moet ik zeggen. Er zitten verschillen, dat weet ik. Dus dat kunnen we dan lekker opsnacken. We eten een keertje de ouderwetse kaasnietsel met broccoli en dan opbakaardappeltjes. We eten een keertje spersiebonen met zoete aardappelblokjes. Want hashtag, dat vind ik makkelijker dan het maken. Dus dat heb ik gewoon zo gekocht. En dan gehaktballetjes, maar wel de plantaardige versie. Deze vind ik wel echt super lekker, weet ik zeker. Net als die, dat is helemaal goed. En we eten een keertje wrap-pizza's. Dat is ook van haar voedingsplan. I don't know. Maar je gaat ze op een wrap, die ga je hard maken. Daar ga je dan tomaten, ananas, mozzarella, kaas, paprika. Ik heb dus wel ook voor mezelf de vegan kaas. Die kan ik ook even bij de spaghetti doen. Gaan we kijken. En natuurlijk gewoon een keertje friet met snacks. En waar de rest met snacks gewoon frikandellen en kroketten en zo kan eten, heb ik de veganistische kroketten van de vegetarische slager. Die kan je uit airfryer doen. Dus die heb ik gewoon nog liggen in de vriezer. Dat is prima. Dan, 's ochtends is 9 van 10 keer een kwark of een smoothie. Dus dat wordt dan alpro soja kwark voor mij. Kinderen eten natuurlijk gewoon boterhammen. Tussen de middag eet ik nu ook vaker brood.
Maar dan doe ik het wel met kipworst of de boterhamworst. Of de filet américain. Deze is ook echt super lekker. Smaakt naar mijn mening niet naar filet américain, maar het is wel lekker. We hebben wel gewoon roomboter voor op de boterham van de kinderen. En ik heb zelf van Plensum de Becel. We hebben hagelslag, we hebben dus plantaardige kaas. Dit is eigenlijk ook een beetje als vervanging voor die minus L die we altijd voor Brooke hadden. Omdat ze een beetje niet zo goed tegen lactose kan. Hier zit ook geen lactose in. En die is dus ook plantaardig. We hebben wel natuurlijk ook gewoon boterhamworst, smeerkaas. Veggie spread stond ook voor mij bij, van dat moet je dan een keertje gaan eten op een cracker. Waarom wil je nou niet focussen? Nou, anyhow's. Heb ik deze voor uitgekozen. We hebben pakjes drinken voor naar school. We hebben cola, light, zero caffeine. We hebben siroop, crystal clear. Blauwe bessen voor inzet smoothies. Dat is eigenlijk wel lekker als dat bevroren is. Dan wordt je smoothie wat romiger. We hebben kopjes voor mee naar school. Ik heb messen van de Jumbo. Ik had er vorige keer ook al een aantal gedaan. Dus dan is mijn setje compleet. Veganistische chocola. Dit is heel raar, want ik eet eigenlijk geen chocola. Alleen ben ik er sinds kort weer een beetje mee begonnen. En tot nu toe gaat dat goed. En dan heb ik het echt over dat ik één blokje rasp over mijn yoghurtbol met lijnzaad en quinoa en zo. Dat ik dat dan zo rasp. Of dat ik één zo'n blokje neem na de koffie. Maar ik doe er dan twee, zodat mijn partner ook wat chocola kan nemen met de koffie. Mini worteltjes van mijn school. Vitamix hoort nog bij de yoghurts. Cashewnootjes. Deze zitten er gratis bij, denk ik. Want die heb ik niet besteld. Maar ze zien er wel goed uit. Dus die wordt vast wel opgemaakt deze week. We hebben kiwis. We hebben druiven. We hebben bananen. We hebben snackpaprika's. Snacktomaatjes. Eieren. Een kleine tray. En appels en halsinaasappels. De reden waarom we een kleine tray hebben is omdat ik dus best wel lang al geen eieren had gemaakt voor het gezin. En het was afgelopen week meivakantie. En toen dacht ik, oh, dan doe ik lekker voor hun tussen de middag een gebakken eitje. En ik pak een eitje en ik klik hem open. En het is helemaal zwaar. Dus die hebben allemaal weggegooid. Dus ik ga met een klein treetje beginnen. Want ik ben getraumatiseerd. Dus ik weet niet of ik het überhaupt nog wil maken. Maar fingers crossed. Het was maar een moment. Maar dat was het dus wel voor alle boodschappen. Er waren dus wel een heleboel boodschappen. En zoals je ziet werk ik ook wel veel met vervangende dingen. Dus zoals appels, soja, kwark in plaats van gewone kwark. Of vegetarische boterhammenworst in plaats van gewone boterhammenworst. En dat is natuurlijk sowieso wel duurder. Maar ik hoop dat doordat ik dat steeds een beetje doe en iedere keer wat nieuws ontdek, dat ik daardoor wat meer daarvan afkom. En wat nieuwe dingen kan ontdekken. Want ik voel me fysiek wel beter dagen nadat ik vegetarisch heb gegeten dan dagen nadat ik dat niet heb gedaan. Zo had ik gisteren dus, op moederdag hadden we Chinees op. En ik voel vandaag dus mijn knieën en mijn enkels irriteren. Of het iets psychisch is, weet ik niet. Of het een placebo effect is, weet ik ook niet. Maar het is zo, dus ik ga vandaag weer lekker vegetarisch eten. En dan gaan we kijken hoe ver we komen. Maar zoals gezegd ga ik die kinderen daar niet meenemen. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!